De regering werkt aan het herschrijven van onze geschiedenis. Een voorbeeld hiervan is het onthullen van een plakkaat bij het Kodjo Mentor en Presentplein. De onthulling van de plakkaat met de foto van de verzetstrijders Kodjo Mentor en Present is voor cultuurdirecteur Ervila Sandi heel belangrijk. Ze sprak gisteren in de Palmetuin tijdens een viering van Marondi. Sandi zegt dat het cruciaal is dat vooral de jongeren nu zullen zien wie de drie verzetstrijders zijn. Dat er werkelijk Kodjo Mentor en Present werkelijk in de en werkelijk in Bronde, zodat ze beter gaan begrijpen en gestimuleerd worden om meer te weten over de geschiedenis. 300 jaar lang hebben we hier slavernij gehad. En er zijn een aantal dingen gebeurd die eigenlijk te belangrijk waren. Brede dingen zijn gebeurd, waardoor je eigenlijk als afstammelingen nakomelingen van de tot slaaf gemaakten moet weten. Hoe allemaal moet sabi in hersen lang, samstak in 300 jaar in dat. Sandi hield de aanwezigen voor dat de geschiedenis door het plaatsen van de foto van de verzetstrijders levend gemaakt wordt. Dit beseft de afdeling cultuur van het ministerie van Onderwijs helemaal, benadrukt zij. En daarom gaan we dus we gaan harder eraan werken dat alles koro je kiesie moro uitwisseling, culturele uitwisseling tussen scholen. Hoe nam je zo in Palmetuin? Nou, een mooi president, hoe je als koro op tien komt bij elkaar, hoe leer je aan cultuur, we hebben precies dat aan het doen. Districten moeten elkaar ontmoeten. Corona moet kunnen gaan naar Sipaliwini. Sipaliwini moet naar Nikeri kunnen gaan. Dat zouden we doen. De cultuurdirecteur gaf verder aan dat ook de schoolboeken afgestemd zullen worden op onze eigen geschiedenis. Dit zal onze kinderen ertoe brengen dat zij het eigene beter gaan waarderen en daardoor ook veel meer vaderlandsliefde zal ontstaan. Ook de pangi zal tot een modern product ontwikkeld worden die overal ter wereld te krijgen zal zijn.